Is het goed voor mijn gezondheid? Nee. Heb ik het nodig? Nee. Is het goed voor het planeet? Nee, want het stoot ontzettend veel broeikasgassen uit die hele veehouderij. Veel meer dan alles verkeer en vervoer samen. Is het goed voor de dieren? Willen dieren dood? Nee, en het is ook niet goed voor de dieren, want het veroorzaakt ontzettend veel dierenleed. Dus wat blijft er dan eigenlijk over als argument? Ja, die 5 minuten lekkere trek, ja, die kan ik ook op een andere manier invullen. Sinds 13 jaar vegetarisch. En dat betekent dat ik vlees nog vis eet. En ik probeer ook kaas en melk inmiddels uit mijn dieet te schrappen. Naast een glas melk ligt in feite gewoon kalfsliefste. Er moeten kalfjes geboren worden om melk te kunnen krijgen. En waar gaan die kalfjes naartoe? En die worden natuurlijk allemaal vet gemest. Ja, gelatine eet ik niet en stremsel ook niet. En dat betekent dus ook dat je bepaalde dropjes niet eet. Dus je altijd zit te kijken op de verpakking. Maar dat is goed. Ik heb dat als een hele verrijking ervaren. Door juist ook op de verpakking te kijken van producten. Niet alleen vanwege het feit dat ik dan zo min mogelijk dierlijke eiwitten wil hebben. Maar ook omdat ik, als je vegetariër wordt, dan ga je ook... En dan voel je je gezonder, wil je graag blijven. En je wil dan ook eigenlijk kijken van wat voor rotzooi gooien ze er dan niet allemaal in. En kleurstoffen en conserveringsmiddelen die vaak ook nog getest zijn op dieren. Als mensen mij attenderen op het feit dat ik leren schoenen draag of iets anders. Dan zeg ik altijd, ik ben beter liever inconsequent goed dan consequent fout.